Snelheden in de late middeleeuwen die lagen heel aardig op fietssnelheid. Dus wat zou er aardiger zijn dan om langs de Nederlandse Hanzesteden te fietsen en dan tegelijkertijd iets op te doen wat je wel een historische kennis zou kunnen noemen. De Kogge, het schip dat van de vroege 13e tot in de late 16e eeuw de zeeën en wateren van Noordwest-Europa bevoer, was het symbool bij uitstek van het Hanzeverbond. De Kogge was een scheepstype dat uitermate geschikt was voor het vervoer van de handelswaar van kooplieden die aangesloten waren bij het Hanzeverbond. Want een kogge kon op zee varen en een kogge kon op de diverse rivieren varen. Hanzetouren organiseert meerdaagse fietstochten van Hanzestad naar Hanzestad en volgt daarbij de historische handels- en waterroutes van de Kogge. Af en toe gaan de fietsroutes iets dieper de Hanzevallei in door bosrijke landgoederen en langs deftige havenzaden. En natuurlijk gloort aan het einde van het fietspad altijd weer een Hanzestad. Een historisch avontuur en culturele belevenis, want elke Hanzestad heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen authentieke sfeer en zijn eigen monumenten en charmes.